Hartelijk welkom. Dit is het RTVA-nieuws van dinsdag 18 november. Zoals u wellicht weet is in het Utrechtse Hekendorp zaterdag de vogelgriep geconstateerd. Sinds maandag zijn daarom alle pluimveebedrijven in Nederland gesloten. Ook de kinderboerderijen zoals Elsenhoven moeten de hek op slot houden. Omdat er vogelgriep in Nederland geconstateerd is, heeft het ministerie besloten dat onder andere alle kinderboerderijen in Nederland dicht moeten tot woensdagochtend 11:30. Dus ook speelboerderij Elsenhoven is gesloten. Is dat terecht? Ze weten niet waar precies het virus vandaan komt. Dus daar willen ze een aantal dagen, 72 uur, voor hebben om dat te onderzoeken. En tot die tijd willen ze dus geen vervoer van dieren, van eieren, van mest. Maar ook van mensen die in contact komen met, in dit geval kippen. Dus vandaar dat ze een soort van standstill hebben afgekondigd. De oorzaak en afkomst van de vogelgriep is nog niet helemaal bekend. Men denkt dat vogels uit het hoge noorden in contact komen met vogels uit Azië, welke het virus bij zich dragen. In Azië lopen vogels vaker dit virus op, doordat ze daar op minder hygiënische manier bij elkaar gehouden worden. Of dit daadwerkelijk de oorzaak is, wordt momenteel onderzocht. Nou, als er vogelgriep heerst, dan zie je dat natuurlijk aan de kippen. Vooral dit virus, daar gaan de kippen van dood. Dus je zult zien als je, zoals bijvoorbeeld dus nu daar in Oudewater, dat er gewoon een groot aantal kippen dood gaan. Dat ze stil gaan zitten, dat ze er bleek uitzien. Nou ja, dat is natuurlijk een teken dat je een dierenarts waarschuwt en zegt van hey, ik zie dat er nu ineens bij een hele grote groep kippen iets aan de hand is, kom dat controleren. Voor de speelboerderij is het feitelijk geen strop, hè, want we hebben geen inkomsten van bezoekers die gewoon door de poort komen. Plus, ja, we zitten nu 11 november en we hebben nu gewoon wat minder bezoekers dan in voorjaar of in de zomer. We hebben wel onze horeca commercieel, dus daar zit iemand in die daar zijn brood mee moet verdienen. Ja, en die heeft natuurlijk wel een heel klein stropje. Maar zoals gezegd, ja, het is nu ook niet de drukste periode van het jaar. Amstelveen wil een onderzoek naar de wenselijkheid van een mogelijke fusie met de gemeente Aalsmeer en Uithoorn. Gisteren gaf de Aalsmeerse partij HAC aan hierdoor gekrenkt te zijn en zij eisen excuses. Een heel ander geluid hoorden wij van de vertegenwoordiger van Groen Uithoorn. Ja, een ander geluid, maar van een heel klein groepje. Want in Uithoorn zet men in op Duo Plus, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Diemen, Uithoorn, Oudekerk aan de Amstel en de Plusstraat voor de Ronde Veen uit de provincie Utrecht. Ja, die willen niks met Aalsmeer en Amstelveen. Wij hebben al aangedrongen hier bij BMW van onderzoek het nou eens. En die zeggen gerustig van, weet je wat, ze onderzoeken het lekker zelf. Maar daar hebben wij de centen niet voor als eenmanspartij. Dus dat lukt gewoon niet. Dus u ziet die motie eigenlijk als een steun in de rug voor het standpunt van uw partij. Uw partij ziet een dergelijke samenwerking wel zitten. Wij zijn er juist voorstander van. De tijd dat je als kleine gemeente kan overleven en zoals ze dit dan zoeken in Duo Plus, waarbij je dan een ambtenarenkorps krijgt wat bestaat uit allemaal generalisten, terwijl je juist specialisten nodig hebt die je in grote gemeentes vindt, ja, dat moet je niet willen. Je moet gewoon zorgen dat je bij een grote club aansluit. U bent niet bang voor de identiteit van Uithoorn, geen eigen wethouders meer, geen eigen burgemeester? Wel nee, dat zit toch heel ergens anders in. Die kleurloek lokaal, dat zit gewoon in de gemeente zelf. En dan zal hij wel een soort pied-à-terre moeten blijven. Iets van wat dienstig is. Maar verder heb je niks nodig, dat geloof ik niet. Gisteren is bekend geworden dat restaurant Aan de Poel zijn 2 Michelinsterren mag behouden. Dat bleek tijdens de presentatie van de Michelin-gids 2015 in Maastricht. Wij vroegen chefkok Stefan van Sprang hoe hij zich met zijn restaurant onderscheidt. Ten eerste ben ik daar natuurlijk super blij mee. Hè? Echt helemaal te gek dat we dat weer geconsolideerd hebben. En, constante kwaliteit. Dat is sowieso onderscheiden. Dat is een gedeelte ervan. De mooiste producten inkopen. Geen concessies doen. En creatief denken. En anders dan anderen denken. U heeft natuurlijk heel veel mooie, lekkere gerechten. Maar wat is nou echt uw favoriet? Mijn favoriet is ook een beetje mijn signature dish. Dat ik gewoon lekker een krokant gebakken aardappeltje. Ja, en dat doen wij dan bijvoorbeeld in een oven. En, een klein stukje paling erop, gerookte paling en wat Hollandaise saus. En misschien wel om het af te maken een heel klein beetje caviar. En dan krijg je zeg maar dat krokant, een beetje zuur en een beetje rokerige zoutige.
Volgens de online restaurantengids Eens staat Aan de Poel op nummer 5 in de provinciale toplijst en bezet het de 11e plek nationaal. In Nederland bestaan er 21 restaurants met 2 Michelinsterren of meer. Dat is toch gewoon prachtig. Het is natuurlijk het mooiste dat het publiek mij deze prijs geeft. Het is eigenlijk gewoon het mooiste van allemaal. Ik bedoel, buiten die Michelin 2 sterren, dat is heel speciaal. Er zijn er maar 20 of 21 van in Nederland natuurlijk nu. Ja, en dan is dat ik dus 11e landelijk ben. Ja, dat vind ik echt... vind ik echt helemaal te gek. En dat het publiek zelfs die prijs geeft, weet je wel. Niet de, degene die ervoor geleerd hebben, zeg maar. Dus helemaal te gek. Frank Ronald de Boer, ja. Je komen hier regelmatig eten. Heb jij net als hun een ambitie voor een derde ster? Ja, dat is wel mooi, hè. Daar heb ik toen ook nog met hun over gehad. Toen zei hij tegen mij als grapje, zei hij, ik heb die derde al, je hebt hem nog niet. En toen zei ik ook al van, ja, maar jongen, bij ons is dat echt natuurlijk ook een periode van misschien wel 10 jaar... En natuurlijk heb ik die ambitie, zeker weten. Dat zou echt wel mijn droom zijn. Maar eerst proberen dit vast te houden, ja? Langzaamaan consolideren, niet omhoog schieten. En dat is het meest belangrijke. De brandweer rukte vanochtend rond 7:30 met grote snelheid uit. Langs de Amstel was namelijk een kinderfiets gevonden, waarna meteen alarm werd geslagen. Aan de Kruidmolen, ter hoogte van de A9, werd daarom door duikers gezocht naar de eventuele bereider van het fietsje. Gelukkig werd niets aangetroffen en wordt er nog steeds uitgezocht van wie het fietsje is. Burgemeester Mirjam van het Veld is nog steeds druk met een goede indruk van Amstelveen te krijgen. Daarom bezoekt zij ook alle wijken in onze gemeente. Gisteren was het de beurt aan Waardhuizen Middenhoven. De heer Lex Boomgaars, voorzitter van het wijkplatform, gaf een presentatie over de wijk. En de heer Jan-Willem Meij vertelde wat er gebeurt in de Meent. Toen konden bewoners een zegje doen. Dat ging onder meer over plaatselijke overlast, hondenpoep en andere problemen. De burgemeester reageerde als volgt. Nou, er zijn heel veel verschillende onderwerpen langs geweest. Van het winkelcentrum tot de vrijwilligers, tot persoonlijke noden. Noem maar op. U begrijpt dat ik niet overal nu een antwoord op heb en dat ik ook niet de wereld in één dag kan veranderen. Maar ik heb u beloofd dat ik... Het is allemaal opgeschreven. Ik heb het ook goed opgeslagen. Ik ga het natuurlijk ook met de verantwoordelijk wethouders bespreken. En er komt keurige reactie. En waar we mogelijkheden zien om u te helpen, zullen we dat uiteraard niet laten. Daarna ging ze naar het winkelcentrum Waardhuizen, dat hard achteruit gaat. Ondernemer Goedkoop leidde de burgemeester rond. Nou, het leuke is, ik breng aan alle wijken een bezoek en dan zeg ik tegen de wijkcomité's, u mag zelf kijken hoe het bezoek wil invullen, wat u mij wilt vertellen of wilt laten zien. En hier hadden ze voor de vorm gekozen dat allerlei mensen kort iets konden zeggen tegen me. En dat hebben wel meer dan 15 mensen hebben dat gedaan en die hebben me iets aangegeven wat ze hier mooi vinden, waar ze zorgen over hebben. En zo ben ik ook hier in het winkelcentrum beland. We staan hier op het binnenplein van Waardhuizen. En er zijn 3 zaken gesloten en het plein ziet er niet echt glorieus uit. Nee, en dan heeft u het heel zacht uitgedrukt. En ik ben bang dat als er niets gebeurt, dat het alleen maar erger wordt. Wat zou hier kunnen gebeuren? Nou, ik zou een slagerij toejuichen, een kleine drogisterij, een likje verf hier en daar. Dat zijn nieuwe tegels in de hal. En in ieder geval dat onze huurbaas iets laat weten wat de plannen zijn voor dit plein. Want dat is iets wat mij heel veel zorgen baart. Joke Somers reanimeerde vorige maand een persoon in wijkcentrum De Meent. Ze kreeg hierbij hulp van een medesporter. De reanimatie slaagde en het liep gelukkig goed af. Hij werd een beetje wat bleker en we zijn naar de koffieruimte gegaan om meneer een beetje bij te laten komen. En daar viel meneer neer en we zagen eigenlijk vrijwel direct dat het toch niet helemaal goed ging met meneer. Dus toen hebben we geprobeerd beheerster even op te zoeken. Maar ja, dat duurt eventjes voordat je altijd iemand gaat vinden. Dus we zijn toen zelf maar begonnen met reanimatie. Gelukkig was een van de sporters, die had het ook meerdere keren meegemaakt. En die heeft toen kunnen meehelpen met reanimeren, wat altijd heel fijn is. Want sowieso is het heel fijn als iemand reanimatie kan doen. Maar is er geld voor het bekostigen van reanimatiecursussen? Voorheen was dat wel zo, maar nu moet overal bezuinigd worden. En dat is niet alleen in een sportvereniging, niet alleen in een wijk, maar ik werk ook in de psychiatrie. Daar, ja, eigenlijk overal wordt er op dat soort dingetjes wordt er erg gelet. En er zijn natuurlijk mensen die inderdaad kunnen reanimeren. Maar ja,
één persoon per plaats in een gymzaal, zal je niet zo gauw een beheerder tegenkomen momenteel die een reanimatie heeft. En dan is het super fijn als degene die daar les staat te geven en je staat met mensen in een zaal, als je dat toch wel kunt of in ieder geval zeker herkent. En hoopt u dan ook dat er misschien een soort van subsidie vrijkomt daarvoor, voor toch een cursus te laten volgen voor reanimeren? Ik hoop dat er bij handhaving en veiligheid of anders bij de afdeling sport of misschien bij de burgemeester een lichtje gaat branden. En dat er dan misschien toch ergens geld vandaan zou kunnen komen. Mevrouw Somers kreeg ook nog een telefoontje van de lokale overheid. En wat het precies gaat worden, dat weten we nog niet helemaal. Maar als ik het goed heb, krijgen we een uitnodiging om daar koffie te gaan drinken. En de rest, dat horen we nog komende tijd. Leuke activiteiten binnen de wijk werden voorheen georganiseerd door professionele welzijnsorganisaties zoals Cardanus. Maar door bezuinigingen zit dat er niet meer in. Als je nu wat leuks in de wijk wilt organiseren, dan zal je als buurtbewoner zelf in actie moeten komen. Het was gisteravond de allereerste wijkbijeenkomst voor bewoners uit Bankras en Kostverloren. In wijkcentrum Alleman gingen ze met elkaar in gesprek om te kijken wat ze kunnen doen om samen de wijk een stukje leuker te maken. Nou, wij hopen vanavond in ieder geval in de groepjes per groepje 3 leuke ideeën naar voren te halen. En op maandagavond 8 december willen we die ideeën met elkaar verder gaan uitwerken. Zodat er daadwerkelijk ook een aantal initiatieven vanaf half december of begin januari zullen gaan starten in deze wijk. Zodat we een actief, en dat moet een vliegwiel worden voor de wijk. Ja, en om dat voor elkaar te krijgen was ook Hans Steenhoven van Stadsdorp Elsrijk aanwezig. Zijn buurtvereniging is al een tijd actief en heeft successen geboekt. Zoals wandelclubs, het herstel van het openluchttheater, een vogelclub en nog veel meer. Met die ideeën proberen ze nu in Bankras en Kostverloren ook wat te gaan doen. Nou, ik vond het idee van huiskamerbijeenkomsten, mensen in een straat een keer bij elkaar uitnodigen om samen te denken wat ze beter zouden kunnen doen in de straat, vind ik een heel goed voorbeeld. Ja, ik hoop met deze avond dan wat te kunnen realiseren en echt concreet te zijn van wat wij dan in de komende tijd gaan doen. Dus ik weet niet hoe ik mijn tijd moet gaan delen, maar ik ben nog steeds enthousiast omdat het iets moet gebeuren in deze buurt, ook door jonge mensen en oud, dus samen. Genoeg ideeën dus om mee aan de slag te gaan. Met deze bijeenkomst is in ieder geval een eerste stap gezet om de buurt in beweging te krijgen. Minister Schippers benadrukt het gisteren nogmaals. Keukenvaatdoekjes bevatten meer bacteriën dan u wellicht denkt. Elk jaar lopen ongeveer 700.000 mensen een voedselinfectie op die vaak in eigen keuken ontstaat. Hygiëne op deze plek is dus zeer belangrijk, maar is de Amstelveener zich daarvan bewust? Ja, dat is nu, ik heb het gehoord. Ik heb al mijn vaatdoekjes weggedaan en nieuwe gedaan. Maar ik hang ze altijd buiten als ze gewassen zijn. Ik gebruik papier. Het is misschien niet zo milieuvriendelijk. Maar ik heb geen vaatdoekje. Om de dag. Om de dag? Ja. Bent u zich van bewust hoeveel bacteriën er in een vaatdoekje zitten? Ja, dat heb ik gisteren vernomen, ja. Ja. En gaat u nu iets veranderen? Ik ben bang voor niets. Iedere dag. Iedere dag? Ja, dat moet. Elke dag? Dus je bent zich wel bewust van de bacteriën? Ja, kan misschien anderhalve dag, maar dan ben ik me van bewust. Iedere dag. Dus jullie zijn ervan bewust dat er heel veel bacteriën op vaatdoekjes zitten? Ja, maar mij gaat hier de was in. Ik heb ook niet die gewone weggooidingetjes. Ik heb echt de originele vaatdoekjes en die gaan de was in. Ja, nou, elke week. Elke week, ja. Bent u zich ervan bewust hoeveel bacteriën op een vaatdoek zitten? Ja, maar ja, goed, één keer in de week is toch, zou toch wel goed kunnen zijn. Of is dat toch niet goed genoeg? Wel, ik weet het. Het is ook heel smerig. Tenminste, als je erover nadenkt. Eén keer per week. Bent u zich ervan bewust hoeveel bacteriën op een vaatdoekje zitten? Ik weet er alles van. Moet eigenlijk één keer per dag? Nou, dat doe ik niet. Een paar keer per week, of een paar keer per maand, denk ik. Dat is te weinig, hè? Eigenlijk wel. Het moet eigenlijk één keer per dag. Ja, één keer per dag? Ja, dan heb je heel wat van die dingen nodig. Nou, bijna dagelijks. Ja. Ben je zich van bewust hoeveel bacteriën erop zitten? Ja, ik heb het gehoord op de radio. Die keukens zijn heel vies. Maar ik heb een schoonmaakster, dus de meeste wordt iedere maandag weggehaald en de rest doe ik zelf. Je maakt geen gebruik van vaatdoekjes? Nee. Dan bespaar je water ook nog. Eens in de week een ander. Bent u... Maar ik spoel hem wel altijd uit, hoor. Dus... Bent u zich ervan bewust hoeveel bacteriën erop zitten? Nee, die tel ik niet. Zo moeilijk.
Het is algemeen bekend dat studenten hygiëne vaak niet zo serieus nemen. Wij gingen naar Uilenstede om een kijk te nemen in de keuken van een student. En we vroegen ons af, hoe vaak vervangen zij hun vaatdoekje? Niet vaak. De meeste die hier liggen, die stinken een uur in de wind. En daar ligt er toevallig eentje. En daar ruik je niet aan, daar doe je niks mee. Als er eentje ligt, dan denk je, waarom bouwt niemand die op? En meestal, als ik dan toch zin heb, dan pak ik hem op en dan deponeer ik hem zo. Hoppatee, de prullenbak in, want het is gewoon te vies om waar te wezen natuurlijk. Nou, dan wordt die verder wel één keer in de week schoongemaakt. Dus dat is, zoals je ziet, het aanrecht valt op zich wel mee. Dat ligt nu van 3 dagen kookresten, denk ik. Zijn jullie trouwens bewust hoeveel bacteriën er op een vaatdoekje zitten na 1 dag? Nee, ik heb geen idee, maar dat zullen er ongetwijfeld duizenden of miljoenen zijn. Ik weet het niet. Het zijn er 4 miljard. Ja, ook goed. Want jullie storen zich niet aan alle rommel en viezigheid wat hier verder in de keuken is? Nee, het is goed voor de weerstand, hè? Dus je moet zorgen dat het toch een beetje op peil blijft. Dus ja, een klein beetje afval kan geen kwaad. En als het dan 1 keer in de week wordt schoongemaakt, dan zorg je ervoor dat het geen vuilnisbende wordt. En af en toe dan, dan wordt dus de schoongemaakt, prullenbakken opgeruimd enzovoort. Ja, het is een studentenhuis, hè, dus het mag ook. Dus jullie denken dat jullie er wel tegen kunnen? Wij kunnen er absoluut tegen, zeker weten. Er lopen hier heel wat mensen rond, met z'n 14 in totaal. En van ziektemeldingen vanwege gezondheidsklachten en voedselvergiftiging heb ik nog nooit gehoord. Als er al ziektemeldingen zijn, dan komt dat of omdat men brak is, of omdat men tot te laat is te studeren. En dan is men ook brak. Vannacht blijft het bewolkt en is er een kleine kans op wat lichte regen. Morgen verandert er weinig, het is bewolkt en soms wat nevelig. De middagtemperatuur is 9 graden en de wind die is zwak uit het oosten. Dit was het RTVA-nieuws van dinsdag 18 november. We zijn er morgenavond weer om 7 uur. Tot dan!